Nou heb ik naast jou gezeten in een hele mooie, simpele Golf GTI. De manier waarop hij rustig... Kijk, het is zo irritant. En kijk, ik kom niet heel mannelijk over in dit stukje. Dat geef ik meteen toe. Zacht uitgedrukt, hoor. Heel zacht uitgedrukt. Maar het heeft wel een reden. Laten we even meekijken naar... Max heeft me een kleine 3 weken meegenomen in Zandvoort. Naar mijn raceervaring. Het was niet eens in een Formule 1-auto. Oké, Max. Wat kan ik verwachten? Hopelijk dat alles heel blijft en dat we niet hoeven te kotsen hier. Dat zijn deze. En hoe hard gaan we ongeveer? Ongeveer 240. Oké. We gaan. Wow, we zijn driften. Ja. Je hebt gewoon helemaal niet. 4 wielen driften. Hier. Het is toch helemaal in de achtbaan! Kijk die handen van die man. Gewoon relaxed. Eén hand. Hé, Max. Holy cow. Wat is dit super om te maken, zeg. Oh, je hebt ook nog muziek aan. Ik hoor die muziek nu pas. Man. Wat een gillen, hè? Het zag er goed uit, Umberto. Ja, maar weet je wat het erg is? Hij zit dus naast jou. En dat gaat dus 240, 45 gingen we ongeveer? Ja, zoiets. Zoiets, dat is voor jou echt 2 vingers in de neus. Maar ook nog met dat stuurtje. Dat, ja. Kijk, wij sturen echt dit. Ja, ja, ja. Maar hij, ja. Je werd ook helemaal een beetje witjes, zag ik. Ja. En dat gillen. Hij veranderde nog net niet van station. Maar dat ongelofelijke hoge gillen, dat is ook wel te gek. Ja. Ja. Wil je dit jasje even lenen de volgende keer? Ja. Ik kan weet zo... dat het gebeurde, want op het moment dat jij aan het rijden was, kreeg ik van hem een sms. Maar één hand. Voor jou is het echt zo simpel, zo eenvoudig.